kan ook hiermee. Nee, slaan. Hey kijkers, wat is dat weer games? Welkom bij een gloednieuwe video met Dominique. Het werkt een beetje als volgt. Ik heb een video met Do opgenomen en daarna reveel ook een aflevering. De video van mij is verwijderd. Of waarschijnlijk nooit opgenomen. Ik snap er ook niet helemaal wat van. Ik ben met haar naar het spookbos gegaan. Er zaten een aantal mods op de server. Die hebben haar de stuip op het lijf gejaagd. We kunnen natuurlijk niet een tweede keer opnemen, want ze trapt er niet weer in. Het was een super toffe aflevering. Maar hij is weg. Jullie gaan dus nou de volgende aflevering zien waarin ze dus al in het spookbos is geweest en met Revé alles gaat uitleggen. Dus nogmaals mijn excuses voor het niet goed opnemen. En heel veel plezier met het kijken van deze aflevering. Hou er even rekening mee. De reacties op goedgekeurd staan. Veel plezier met kijken. Nou, daar is dat bos waar we laatst heen gingen. Oh, waar we laatst heen wilden en toen niet meer konden. Nee, maar daar hebben David en Revé... David en Revé is heel cool. Schoon. Oh ja? Volgens mij is dat het spookhuis. Oké. Okay. Spookbos. Huis. Ja, zie laat je? Laat maar zien. Wat is het dan? Dat is een huis. Is dat een huis? Ja. Ziet er wel heel spannend uit. Ja, alleen daar gingen we s'avonds heen. Toen was het echt een gevecht, joh. Ja? Ja. Waren allemaal monsters zeker? Ja. En de spinnen, die moesten de hele tijd doden. Oké. Zo. Dan gaan we erheen. Heb je nog wel een bootje? Oh ja. Ja, eentje. Kijk, die zijn net spek. Oeh. Ja, maar die... Kijk. Wat is dat? Een foto hebben we gekregen! Wat is dat dan? Redstone! Oh! We hebben... David! Oké, wat heb je hier verder? Nou, je hebt boeken. Waarom doe je me dicht dan? Omdat als... Oh, wacht. Staat daar wat? Het staat erop. Afblijven, dit is niet van jou. Dus je mag er niet aan zitten. Ik hoor. Oh. Ik zou het gewoon meenemen. Mag dat niet dan? Maakt niet zullen we het gewoon doen? Ja. Oké, okay, licht weg. Neem gewoon alles mee. Boeien ze het. Heb je ook gelijk armen? Dan kan je die aandoen. Dan ben je gelijk sterker. En boeien? Hij is er toch niet. Heb je armen? Ze lust die wat niet. Is je armen nu dan? Doe eens één. Zie je, je kan hem aandoen. Je kan die schoentjes aandoen en het hoofdje. Voor het body. Kijk, ben je gelijk sterker. Hoppakee. Oké, waar gaan we heen? Eerst. Wat boeit het dat die man er niet is? Ja, hij is er toch niet. We kunnen net zo goed die spullen stelen. Oké, waar gaan we heen, Do? Kom dan naar beneden toe dan. Ga je nou heel zijn huis lopen? Nee. Ik pak maar een paar dingen. Daar kon je in, of niet? Of is dat dicht? Oh! Ga je mijn gang? En waar gaan we heen? Oh. Minder spannend dan ik dacht. Heb je geen stick? Oh, jawel, volgens mij. Ach. Oeh, je hebt hem niet. Dan weet ik wel wat. Dan gaan we hier gewoon weer omhoog. Dan moet je wel dingen neerzetten. Een blokje. Tegen de muur aan. Oh, wacht! Hm? Oh, dat kan hier natuurlijk ook. Hé, hey, geen konijnen slaan. Je wilt wel dierenarts worden. Oké, kom op. Gaan we eruit. Kijk. Hoppakee. Zijn we er weer uit. Lekker veilig. Oké, okay, waar gaan we heen doen? Iets probeert ons te zeggen, maar wat? Ik weet het niet. Zullen we hier maar weggaan? Ik vind het een beetje eng. Ja. Oké, okay, pak je bootje. Kom, we gaan weg. Waar moet je naar links toe, toch? Ja, daarheen. Ja. Ja, daarheen. Ja? Dat houdt van de David en ik zo mooi. Ja. Ja, ik zie onze creeper. Kijk. Mooi dat de creeper er staat, dat we gelijk kunnen zien dat het en, daar is. En die witte man kan helemaal niet bij ons. Niet? Nee. Wie is er dan? Dat weet ik niet. Er stond gewoon een wit mannetje met een naam erboven. Oh. Dus er zitten anderen hier op de server. Oh. Maar dat is wel gevaarlijk. Toch? Ja. Want straks willen ze jou vermoorden. Willen ze jou pakken. En dan? Ga je ze slaan? Nee. Niet? Ja. Tuurlijk wel. Oh, kom op. Als ze jou slaan. Geef een kuip zeggen tegenaan. Doet hij niet wat je wil? Nee. Oké. Okay. Maar nu zijn we daar geweest. We hebben best wel wat spulletjes kunnen pakken. Ja. Wat moeten we verder nog allemaal hebben? Ja, dat weet ik niet. Weet je dat niet? Oh, de deur stond open. Wat kunnen we allemaal doen vandaag? Nou, ik ga... Eerst wat dingen opbergen, denk ik. Want je hebt best wel veel spulletjes in je hand nu. Van het paleis. Kunnen we wat dingen kunnen opbergen. De redstone kunnen we opbergen. En de koeienhuid. Die is zwaar toch niet? Zwaar toch? Dat is wel voor nodig. Ja, oké. Oké.
Oké, wat gaan we doen? Ik ben iets vergeten. Oh. Wat ben je vergeten? Ja. Oké, Do. Nou hebben we redelijk wat spulletjes. Ik ga oefenen. Wat ga je oefenen? Als het avond is. Ja. Oh, wil je even het stop? Ja, dan hoor ik het. Hey Do, waar gaan we dan heen dan? Want we moeten wel even wat gaan doen. Ja, dit ga ik nu doen. Dit zijn zombies, skeleton, creeper. Oké. Okay. En die ga ik allemaal slaan. Zombies, skeleton en creeper. En nu word ik natuurlijk geschoten. En ja. Nu niet meer. Oké. Okay. En heb je alle spulletjes verzameld ook? Oh, hier. Dan gaan we alsmaar hierheen. Ja. Dan gaan we gewoon kijken. We moeten goed onthouden dat we een rechte lijn gaan lopen zijn, want anders kunnen we straks niet terug naar ons huisje. Ik hoor een varken. En die zullen hier vast ook al zitten, ja. Kijk daar. Hey, varken. Hé, maar was je geen dierenarts? Moest je geen dieren beschermen? Ja. Maar varkens hebben vlees. Vlees is van eten gemaakt. Wat hebben we hier nog meer? Wat is daar? Ik weet waar we heen kunnen! Wat dan? Naar de grot. De grot. Oh. Waarom gebeurt dat de hele tijd? Je hebt verkeerde knopje gepakt. Oké, en wat is helemaal nog wel te vinden dan? Ja, dat weet ik niet. Daar zijn David en ik nog niet heen geweest. Ben je daar nog niet heen geweest? Helemaal niet. Nee. Wel, toch? Want anders ken je het niet. Nee, we zijn er helemaal niet heen geweest. Oh. Maar je weet wel dat er een grot is. Ja. Want die heb je op afstand gezien dan of zo. Ja. Van de uitkijktoren. Maar heb je dan genoeg lampjes bij je? Denk het niet, hè? Nee, daarom ga ik even graven. Heb je geen kool? De steen. Naar rechts is van je iron. Naar rechts. Zie je? Iron! Zie je? Heel veel. Zo, hé. Hey, kool! Kijk, dat moesten we hebben. Oké, pakken doe. Allemaal, hè? Alles. We moeten er heel veel van hebben. Je moet gewoon alles kool hebben. Alles pakken wat je ziet. Oké, alles pakken. Nou hebben we alles. Nou kunnen we weer terug. We hebben genoeg kool nu. Uh-oh. Gaan we helemaal omhoog. En dan moeten we eerst gaan slapen, zo te zien. Want het wordt donker. Ik moet heel snel uitkijken. Oké, pak je zwaard erbij. En dan rennen we heel snel naar het huisje toe, ja? Cadeau, ben je klaar voor? 1, 2, rennen. En de deur achter je dichten. Kom op, Do! Ja, oké, fijn. Cool. Oké. 36. Oké, nou hebben we er heel veel moeten over hout hebben. Want we moeten stokjes maken. Ja, dan gaan we Je hebt hier allemaal stokjes al. Je hebt er allemaal stokjes, zie je? Weet je daar? Hier, daar. Ja, stokjes. Genoeg. Dus dat hout hebben we niet nodig. Maar goed. Oké. Dan moet je wel even dat spul opbergen. De kool en de sticks. Want dan kunnen we de volgende keer weer dat gelijk vinden. En dan hoeven we nu alleen maar de fakkels mee. Oh nee, je hebt wel die nodig, die pickaxe. Die hebben we wel nodig, want... Eten wel! Eten wel! Je hebt appels nog, hè? Die kan je ook meenemen. En we hebben nog 500 vlees. Voor mij hebben we zo alles. Oké, ben je klaar voor? Ja. Dan gaan we naar de grot toe. Op weg naar de grot. Heb je je zwaard dan weggedaan? Liet jij bijna jouw zwaard daar vallen? Hé, maar heb je nog wat leuks verder? Want je hebt nu je pc thuis staan en je hebt al vaker de video's gezien. Ja. En, dan moeten we eerst een mooie gang maken. Maar daar is er ook een grot. Ja, waar gaan we heen dan, welke? Want deze is wel heel diep. Ik zie een creeper! Ja, hier kom je wel heel moeilijk in. Anders val je dood. Doden maar niet. Nee, eng. Kijk maar, zie je? Zie je, dan heb je helemaal niks meer op te staan. Ja. Oké, ik denk dat we beter naar die andere gaan. Sta stil, pak je zwaard. Zwaard. Kan ook hiermee. Nee, slaan. Nee. Zo. Ja, we zijn hier. Ja, maar we moeten wel onze spullen nog pakken. Ja, kijk, toen we nu weer gaan vallen. We moeten die spullen pakken. Nou, hoe dan? Oké, moet ik het doen? Moet ik je laten zien? Eerst gaan we heel veel dingen halen. Oké, Do, we rennen naar de grot, want zijn de spullen straks weg. Die spullen blijven niet heel lang liggen. Dus we moeten er zo snel mogelijk heen. Oké, Do, kom op. Oké.
Maar eerst moeten we heel veel dingen hebben. Nee, dat kan niet, want we hebben geen tijd. We moeten naar de grot toe. Oké. Nou, doe jij het lekker, want ik wil niet dood zijn. Oké, jij wil niet dood zijn. Dan gaan wij dit doen, ja? Jo! En dit is meneertje Toad. Ja, die heb ik jou gegeven. Ja. Oké, doe. Waar was de grot? Hier bijna, toch? Ja. Volgens mij zijn onze spullen er niet meer. Jawel, er ligt nog wel, maar ik moet even voorzichtig doen. Nou, noem dit voorzichtig. Ja, want kijk maar naar de Arjen! Oké, even wachten. Ga voorzichtig hier naar beneden. Dan hebben we dit gehad. En dan moeten we kijken waar we veilig op kunnen vallen. Ja, maar je moet ergens... Ik hoor een skeleton! Daar! Oh my god, zag je dat? Oké, slaan, slaan. Slaan. Slaan eraf. Zo. Ik wil naar een Enderman. Oh, maar die gaan we negeren, ja? Ja. En naar beneden. Oké, als we die nou doen, kunnen we naar... Oh. En dan naar deze. En dan... Als je daar graaft. Die, ja. Dan kunnen we misschien daarheen springen. Nee. Proberen. Nee, niet doen. Even kijken, hebben we hier een hele lange paal? Ja, dan kunnen we gewoon zo naar beneden kijken. Ik hoor een Enderman en hij staat daar. Ik negeer hem, ja, ik kijk niet naar hem. Ik kijk niet naar hem. Shit, we moeten springen. Oké, alle spulletjes pakken. Niet naar hem, Enderman kijken. Dan gaan we dit doen. Pak dat veertje steen. Pak die veertje steen. Nee. Ja. Oké, snel naar boven. Oké, dan moeten we hier naar boven toe, hè? Ja. We hebben denk ik niet genoeg steen. Nu moeten we weer naar boven toe gaan, want zie je? Hier hebben we geen ruimte. Maar ik ga proberen zo ver mogelijk te komen en dan gaan we gewoon... Nee, ik weet wat! Ik weet het ook, we gaan opzij bouwen. Kijk. Ja, dat we gaan gewoon doen. Hier zo in. Dat lukt ons wel wat, doe. Zo. Yes! We zijn veilig! Oké, nou mag jij weer. Maar zullen we maar niet die grot in gaan? Ik ga even bij die kijken. Weet je wat, Doe? Ja. Als die grot, want die lijkt me nog enger. Ik denk dat je die voor de volgende keer met David weer moet doen. Denk je? Die lijkt me nog enger. En die... Ja, maar moeten we wel eerst even naar huis? Ja, we moeten eerst naar huis toe. Veilig thuis met al onze spullen. Niet er weer invallen, want dan gaat het helemaal fout straks. En dan gaan we gewoon bij ons thuis lekker het bedje in. Lekker slapen. En dan... De volgende keer ga je met David samen ga je die grotten. Die andere. Ja, dat is morgen of zo. Ik vind het alleen maar één, die grotten. Waar wou je het per grot in? We gaan gewoon naar de derde verdieping. Gaan we niet naar het bed toe? Nee. Ach. Nou, ik vond het super gezellig met Revé. En alsnog mag je like maken, abonneren en een duim. En je mag alsnog gewoon het vragen, want ik ben er morgen en dan is het donderdag. Ja. Ik hoop dat jullie er genoten van hebben. Als je het leuk vond, doe dus een like, abonneer. Maar laat ook in de reacties weten wat je ervan vond. Vond je het een leuke aflevering met Do? Wil je het vaker zien? Wil je Dominique vaker zien? Dan laat het ook weten in de reacties. En dan zeggen we... Doeg! Oh, maar de video is nog niet afgelopen. Want de opname moest nog uit, maar Do wist niet hoe. Dus ze ging zelf verder. Jongens, ik vond het echt super fijn met jullie. Ik zit in Mars Kramer en ik ga niet mijn adres zeggen, want dan gaan jullie het gaan doen. Alleen dan is bijna helemaal school gebeurt het. Ik moet even David halen om dit filmpje te eindigen. En zoals je weet, jullie zijn echt top. Je mag een like laten en abonneren. Later! Ik hou even David, ja? Even David daar. Hey, David. Ik hou David daar. Later.